Hi, ik ben Stefan van Artsense Kooi TV. Quarantaine Kooi TV, deel 24, zo uit mijn hoofd. Gisteren was er een filmpje mislukt, dus geen filmpje. En de dag ervoor was ik even aan het bijkomen van de supergave Kooi Quiz. De livestream op woensdagavond. Ja, dat was helemaal te gek. 150 mensen die hebben meegedaan. Gefeliciteerd nog voor de winnaar, de middenmotor en de verliezer. Want die hebben allemaal een prijs ontvangen, of die gaan allemaal een prijs ontvangen. 150, 200 mensen aan het kijken, ook helemaal te gek. Nou, dat was gewoon was helemaal top. Dus daar komt een vervolg op. En aankomende woensdag is natuurlijk weer de livestream om 8 uur 's avonds. En ja, dat wordt ook weer helemaal te gek. Het thema krijg je nog te horen van mij, dat krijg je morgen te horen. En nu, ik krijg natuurlijk wat vragen via YouTube over hoeveel jezelf in de winkel. We hebben natuurlijk veel vissen zwemmen, dat moet wel allemaal goed gefilterd worden. En ja, we zijn hier al 22 jaar bezig, dus we zijn niet begonnen met trommelfilters, want dat gaat nu steeds meer in de winkel, ook stap voor stap. Gaan de systemen worden omgebouwd naar trommelfilters of er komt in ieder geval een trommelfilter bij. Dat wil ik je even laten zien. We hebben deze 17 kubus vijver. Dit is in de winkel de meest recente vijver. Nu ook alweer 2 jaar oud. We hebben gewoon in de winkel niet te veel ruimte voor een nieuwe vijver. Dus deze tank, 17 kuub, opgebouwd met sandwich panelen en dan omtimmerd met hout. Loopt supergoed, vissen gaan daar heel goed in. Gebruiken deze bak ook als er een middelgrote partij binnenkomt van één kweker. Dan kan het hierin. Dat is, het is nu natuurlijk gewoon een verkooptank. Op deze tank heb ik de red label 25 Basic staan. Dit is nog het oude model. Ik zal je straks ook het nieuwe model laten zien. Werkt heel goed. Ik heb hier, werkt natuurlijk ook voor buiten heel goed, maar ik heb hier geen blad, geen draadallig in de winkel, omdat ik gewoon niet genoeg licht heb. En qua blad, ik heb geen bomen hier binnen. Dus deze kan dat makkelijk aan. Dat zijn 25 kubus. De Basic 25. Ik heb heeft een doorstroming normaal gesproken van 25 kuub. 25, 30 kuub zelfs. Maar ik heb er 2 pompen op staan. 1 pomp van 20.000 liter. Moet ik even goed zeggen? Nee, ik zeg het niet goed. 1 pomp van 10.000 liter en 1 pomp van 20.000 liter. En dat werkt fantastisch. Voor degenen die helemaal niet bekend zijn met een trommelfilter, je kan hem in 2 opstellingen doen. Dat is pompgevoerd, dat is de minst gebruikelijke manier. Dan heb je de pomp in het water of voor het filter. Dat betekent dat deze dus hoger staat dan het waterniveau. Dus eigenlijk de onderkant van het filter staat minimaal op de hoogte van het waterniveau of hoger. Op het moment dat de trommel dan vol raakt, dan komt er te veel water aan de voorkant. Nou, dan stopt de pomp hij gaat in eerste instantie spoelen, maar gaat het water nog hoger, dan stopt de pomp totdat hij weer op normaal niveau is. Nadeel is natuurlijk dat je pomp dan wel eerst, al het vuil moet wel eerst door je pomp heen zijn gegaan. Dus als je er een vijverpomp gewoon in het water hebt liggen, dan heb je het blad of wat dan ook, moet toch eerst tegen die korf aan. Het mooiste systeem is op gravity, dus op zwaartekracht. Deze staat. Het waterniveau van de vijver staat ongeveer hier. Al het water, op het moment dat het systeem uitstaat, staat het water zelfs tot hier. En omdat dit dus een wet van de communicerende vaten, dus ik heb de bodemdrain en daarachter de skimmer, komt erin met 2 keer 110. En dit is de uit naar het riool toe. En dan gaat het hier vandaan weer met 210 leidingen naar het bewegend bed. Hier heb ik een groter bewegend bed opgeplaatst, omdat wij
Voor een 17 kubus vijver hebben wij soms wel 100 vissen zwemmen. Maar ja, het is een verkoopbak en we zijn hier de hele dag zijn we bezig met schoonmaken, spoelen en doen. Dus dat kan, maar dan is je filter moet ook wel groter zijn. Dus hier zit een 2,5 kubus, dus waterinhoud, bewegend bed. Er zit 1000 liter bewegend bed in. En we hebben nog uit het bewegend bed halen we water met de 20.000 liter pomp. Die gaat naar de trickle tower, of de bucky shower eigenlijk. Dus die hebben we nog eens een keertje extra. Dus dan heb je een statisch bed, is onze trickle. En het bewegend bed is dan daar. Nou, het filter staat, een andere filter staan aan, maar deze staat nog even uit. Dit is om je te laten zien dat, dit is de kamer waar het water inkomt vanuit de skimmer en de bodemdrain. Komt het water in de eerste kamer. Dan moet het de trommel in. Dat is dus hier naar binnen. Dat is een groot gat. Dan gaat het de grootte van de trommel. Daar gaat het water in. Dan moet het water door die trommel. Deze aan de achterkant is natuurlijk dicht. Moet het door dit gaas naar buiten komen. Dat is in dit geval een 60 micron gaas. En dan zul je dus ook zien dat op het moment dat ik het filter aanzet, het waterniveau is nu aan beide kanten gelijk. Deze kant en die kant is gelijk. Maar ja, hij gaat nu, de pomp is aangaan, hij trekt het water uit het bewegend bed. Dus het waterniveau daalt daar, dus ook aan deze kant zal het gaan dalen. Dat staat natuurlijk ook gewoon als communicerende vaten aan elkaar verbonden. En je ziet dat die dus zakt. En dat witte ding hier is de vlotter. Nou zal die hier niet zomaar niet zomaar al lager worden, lager dan dat niveau, maar ik kan wel zo direct wel even laten spoelen. Maar je ziet dus, er is een verschil in het waterniveau hier, is dat hoger dan hier. En je ziet ook dat het groen is, maar dat is ook super gaaf van dit systeem. Hier zit een ingebouwd UV-systeem in. Die steekt de trommel in en dat gaat heel goed. Die houdt ook de trommel van binnen goed schoon. Ik heb twee van deze systemen draaien en ik had het bij één uit. En dan merkte ik dat de trommel wat bruiner werd. En dat is met het UVA niet. En daar ben ik heel erg blij mee. Waar ik ook enorm blij mee ben, want dit moet je toch zien als een van de... Het is een goed filtersysteem, maar het is niet de toplijn van Red Label. Maar wat ik wel vind met heel veel systemen die naar de Econoline, naar de budget versie gaan, de basic versie. Daar zit de spoelpomp zit aan de buitenkant en dat is toch een ding die en meer ruimte in beslag neemt. En je hoort hem. Hier zit de spoelpomp, de spoelpomp die pakt het schone water hier weg. Dat spuit die op de trommel die dan gaat draaien en dan gaat het met de goot weg. Nou, die spoelpomp zit binnen. Dat vind ik echt een heel, heel groot voordeel. Veel minder lawaai en geen rare leidingen nog eens een keertje om je trommel heen. Nou, hij zakt hier gewoon niet snel genoeg. Het water is schoon. Ja, het hoeft niet te spoelen, maar er zit natuurlijk een controlekast bij. En er zit een knop op die je, als je die indrukt, gaat die het doen. Let op. Dus nu gaat die blauwe pomp gaat daaraan. Ik haal hem nog eens in. Dan gaat hij sproeien. En dan sproeit hij het vuile water. Weg. En nu hebben jullie bijna geen zicht meer. Zo werkt dus de trommel. Dan gaat ook het waterniveau... Aan deze kant gaat het weer omhoog. Hè. Normaal gesproken, als die trommel te vuil wordt, dan gaat het. Hè, dat water blijft hier, wordt maar uit dit ding wordt dat weggetrokken. Dus op het moment zou die zakken, hè, zou deze vlotter, die zou gaan zakken, eerst de bovenste. Nou, dan gaat hij dus spoelen.
Zullen we hem nog even schoonmaken? Nou, daar is hij gestopt. Nou ja, je zag dat ik met de flotter, dat is natuurlijk normaal gesproken hoe het werkt. Dan zakt het waterniveau, dan gaat die flotter naar beneden en dan gaat hij spoelen. Normaal gesproken zit de klep erop, dus die hele spray, daar heb je normaal gesproken geen last van. En dan is hij natuurlijk ook stiller, want ja, die klep die houdt heel veel geluid tegen. Dit is het oude model. Het oude model, er zitten nog wat nadelen, vond ik, eraan zitten. Onder andere, er zitten hier twee rode kleppen. Die twee rode kleppen die zijn gemaakt als het filter, stel dat er wel een storing is met bijvoorbeeld de aandrijfmotor of nou, met iets anders, het screen is stuk, dan kun je die twee rode doppen eruit halen en dan kan het water naar de andere kant lopen. Die zitten in dit filtersysteem wat mij betreft te hoog. Dus dat vind ik een groot nadeel. Wat ook een nadeel is, dat het UV-systeem wat aanstaat, de rubber flens die hier zit, hard maakt. He, die UV-straling die maakt die rubber flens, al is die van siliconen, maakt niet uit, het wordt op een gegeven moment toch hard. Nou, dat vind ik een nadeel. En als je een keertje hierbij moet en je moet hier ertussendoor, dan moet de trommel eruit. Ja, dat is ook niet leuk om te doen. Dus dat vind ik een groot nadeel. Maar het goede nieuws is, er zijn verbeteringen en ik ga je ze laten zien. Voordat ik je de verbeteringen van het filter wil laten zien, hè, het nieuwe type. Echt een superfilter, hoor, jongens. Kijk eventjes op onze webshop, kooihuis.nl. Voor een superscherpe prijs wil ik je de rest van het filter laten zien. Hier, hè, dus het water komt er hier met 2 keer 110 uit. Dat is vrij fors. Dat is ook het mooie van dit systeem. Niet 1 keer 110. En dan gaat het in deze bak. Dit zijn van die kunststofplaten die strekken een beetje krom. Dus dat gaan we nog veranderen, maar even kijken of je het een beetje kan zien. Ja, het bewegend bed. Dit is het bewegend bedfilter. 2,5 kuub water en 1000 liter Helix. Goed belucht met een oudje, een Koi Pro 100. Maar omdat ik ieder jaar de rubbers vervang, zo'n pomp gaat echt zo goed, zo lang mee. En zeer tevreden over. In dit filter, in deze bak, ligt nog een 20.000 liter pomp die de bakkieshower aandrijft. Dit is de bakkieshower, de RVS bakkieshower. En ik denk dat een bakkieshower waarvan één materiaalsoort gemaakt kan worden, is RVS. Het moet echt stuk spatten op het metaal, hè, het water ook, en op het filtermedium, maar ook op het metaal. En er moet genoeg ventilatie in zijn. Dus daarom de bakkieshower die we, hè, dat is ons eigen merk, eigen fabrikaat. Helemaal te gek, werkt heel goed. En dat gaat dan hierin. Dus ik heb in totaal 30.000 liter die hier rond circuleert. En normaal gesproken moet je op een 100 liter bewegend bed filter, moet je natuurlijk geen 30.000 liter flow zetten. Maar omdat ik hier 1000 liter heb, red ik het met die 30 kuub. En hij heeft natuurlijk nog een beetje opvoerhoogte. Dus het zou zomaar eens een keertje een 27 kuub kunnen zijn die ik verpomp. Nou, gaat dus hierin en dat gaat helemaal te gek. Dit is de vernieuwde versie. Je ziet, hij zit nog in het plastic en wordt vandaag opgehaald. Bestel bij ons, bedankt daarvoor natuurlijk. Zelfde afmetingen als het oude type, maar echt wel wat verbeteringen. Wat is er verbeterd? Dat kun je eigenlijk zien. Aan de buitenkant is er dus weinig verandering, maar aan de binnenkant des te meer. Nou ja, zoals ik al zeg, de buitenkant is niet veel veranderd, maar toch even goed om te laten zien. Hier zitten dus ook 3 keer 110 ingang.
Dat is bij heel veel basic en econoline filters is dat 1 of 2 keer in. Ja, dat is gewoon zonde. Dus er kan 3 keer in. Mooi breed filter. Dit is het UV aansturingskast. Maar hier binnen. Even kijken hoor. De 2 doppen waar ik het over had. Het zijn er 4 geworden, dus ook beneden aan. En dan werkt het goed, dan werkt de bypass heel erg goed. Dus dan kun je op het moment dat je toch buiten je trommel een keertje wil draaien, kun je de 2 onderste doppen eruit halen, blijft die helemaal goed gaan. Even kijken wat er nog meer. Er zit een aanwijzing waar het waterniveau moet zijn. Dat is ook mooi, dat zit in die andere ook niet. En wat een hele grote verbetering is, en ik moet even kijken of ik de, want er zit de UV-lamp zit natuurlijk, zit er nog in verpakt, maar je ziet een zwarte ring. Een soort beschermkap is dat, voor het rubber. Het rubber zit er gewoon nog in, maar er zit een beschermschijf in. En die beschermt hem dus tegen het UV-licht. Dus die rubberschijf blijft veel beter. Oh ja, en nog eentje. Ik hoop dat je het kan zien. Misschien dat ik het hier doorheen kan filmen. Je ziet borstels. En die borstel die gaat dus iedere keer als hij draait langs die goot. Waardoor die, als dat draad al aan gaat zitten of als hij zit vuil op de rand van de goot, dan borstelt hij dat naar het midden van de goot. Dus dat is ook een hele grote verandering en een aanpassing die veel en veel beter is. Nou, dezelfde spoelpomp is ook een hele goede spoelpomp. En ja, dan nog meer. Vlotter hetzelfde. Nee, voor de rest is... Oh nee. Ik zie je. Hier, dit. Oh. Je kan met je hand nu ertussen. En je kan dus makkelijk de motor kan er vanaf gehaald worden. Kijk, als je zo'n trommel lang hebt, dan is het misschien een keertje nodig om de aandrijfmotor te vervangen. Nou, dat is dan makkelijk te doen, hoef je niet het hele systeem eruit te halen. Nou, kortom, een superfilter. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb er 2 van deze draaien. Dus het is, eerst was deze, toen heb ik hem op het grote systeem van 50.000 liter. Maar het zijn 2 systemen door elkaar heen. Maar 50.000 liter staat er ook eentje op. Werkt ook fantastisch. Maar ja, het is niet alleen het drumfilter wat natuurlijk je filterlijn succesvol maakt. Het is dus ook het bewegend bed. En dat bewegend bed, zoals ik net liet zien, er zit 2.500 liter water in. 1000 liter bewegend bed. En dan heb ik de Helix. De Helix is een, ze hebben het over het oppervlakte van de, ze vergelijken K1 en KNS. Vergelijken ze met elkaar met de Helix en hebben ze het over de totale oppervlakte. Als je een kuub van dit zou hebben, zou je 400 meter of 800 meter oppervlakte hebben voor je bacteriën, want die moeten hier natuurlijk op zitten. En hoe meer oppervlakte je hebt, hoe meer bacteriën je kan hebben, waardoor dat succesvol is. Maar wat veel belangrijker is, het is niet alleen de oppervlakte van zo'n dingetje, zo'n medium. Maar het is ook belangrijk hoeveel beschermd oppervlakte. Je moet je voorstellen, het beweegt natuurlijk de hele tijd langs elkaar heen en het schuurt. Als er nou heel veel oppervlakte aan de buitenkant zit en het schuurt steeds stuk, dan vinden die bacteriën niet fijn. Hè? Die slijmlaag die erop komt, ja, die wordt er eigenlijk steeds afgesleten. Dus je moet kijken naar het beschermd oppervlakte van zo'n medium. En dat is bij deze, bij de Helix, heeft dat de grootste oppervlakte. Grootste binnen- en beschermde oppervlakte. En dat scheelt echt enorm. Dat scheelt bijna 100 vierkante meter per kuub. Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil, het beschermde oppervlakte. En dat is heel belangrijk. Dus let daarop. En het voordeel is, omdat ze zo groot zijn, kan je ook je uitstroomgaat en zo kan wel groter zijn. Waardoor je goede flow hebt. En als je gaat niet met z'n allen tegen de uitstroom aanhangen. En dat heb je bijvoorbeeld met de microchips. Heb je dat wel. Die gaan met z'n allen op een gegeven moment plat tegen de uitstromer aan liggen. En dan heb je geen uitstroom meer. En ja, dat is vervelend. Deze werken helemaal top. Deze gaan weer terug de bak in. Kunnen ze weer aan het werk.
In de bakjesjouwer heb ik Bacteriahouse de Midori zitten. Ben ik nog steeds heb ik getest. Ook met de andere, met een spiraal eromheen en een sleuf eromheen. Veel en veel beter is de Midori. Ook daar krijg je nog een filmpje van. Allemaal tests die we gefilmd hebben. Er komen heel veel tests nog binnenkort online. En de Midori is nog steeds de beste. En die zorgt er natuurlijk voor. En dat is het mooie, want ik vind met een bewegend bed kun je altijd een soort zweempje nitriet houden. En door er nou een statisch bed achter te maken, dus wat matten of een trikkel of een bakjesjouwer, dan is dat ook weg. Is dat eerder makkelijker weg. Dus dat is eigenlijk mijn filtersysteem. Ik heb dus maar één UV-systeem, maar ook weer. Ik heb hier weinig licht. Maar ik heb het wel nodig, want als ik geen UV, dan is het hier groen. Maar dan gaat het allemaal super. Ik denk dat dat was. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, klik dan eventjes op abonneren. Ben je wel geabonneerd? Super bedankt daarvoor. Like en deel alsjeblieft. En het volgende filmpje staat volgens mij aan deze kant. En tot de volgende keer.